Zo gaan de paarden voor de tribune langs, tweede tussentijd 16-9. En inmiddels heeft Hasardeuze de leiding weer terug. Hasardeuze, daarachter Helice du Parc. Derde paard aan de buitenkant is Elisa Damour. En vierde aan de relingzijde, Girly Purple. Vijfde aan de buitenkant is Idil Turgo. Zesde aan de relingzijde, Hanouchka. Zeven aan de buitenkant, Jessie Duduzak. En de achtste en laatste aan de relingzijde is Hirina Derak. Zo gaan de paarden voor de laatste keer de rechte lijn overzijde in. En de leiding blijft bij Hasardeuze. Hasardeuze, Helice du Parc vlak daarachter. Elisa Damour moet alles buiten omdoen. Aan de binnenkant daarnaast Girly Purple die het een stukje makkelijker heeft. En zo zijn ze halverwege de rechterlijn overzijde. Van Rijn controleert. Tussentijd weer een 16-tijd, 16-8. En zo gaan we op weg naar de laatste bocht. Leiding in handen van Hasardeuze. De buiten blijft daarachter zitten. Hij weet dat Hasardeuze het laatste stukje ook een beetje naar buiten loopt. Dus hij hoeft er niet per se uit. Hij ligt met Helice du Parc op plek 2. Daarachter ligt Elisa Damour en daarachter Girly Purple. En ze zijn halverwege de Tjarda-bocht. Leiding is nog altijd in handen van Hasardeuze en die versnelt. Hasardeuze versnelt en het dichttrekhoofdstel moet nog dicht. Die gaat nu dicht en zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Hasardeuze, daarachter op plaats 2. Helice du Parc, die kan inderdaad binnendoor, maar gaat niet hard genoeg. Dat doet Idil Turgo wel aan de buitenkant. Idil Turgo aan de buitenzijde gaat harder. Het is Hasardeuze. Hasardeuze, Idil Turgo op weg naar de streep. Hasardeuze, Idil Turgo, die heeft een heel groot hoofd en net groot genoeg, denk ik. Hij is er overheen. Idil Turgo voor Hasardeuze. De foto zal het uitwijzen, het lijkt er wel op. Tijd voor de winnaar, 16-1. Daar is de finishfoto, dames en heren. Hij is er inderdaad overheen. Hij heeft een groot hoofd, maar Kees, mooie overwinning. Absoluut. Hier zie je Idil Turgo nog heel mooi zitten. Ideale gang maken voor hem. Of halverwege de hoek al. Nee, je kan niet langer wachten hoor, dan is hij te ver weg. Ja. Ja. Want hier zit er aardig, nog een aardig gat tussen hoor. Ja. Ik zit trouwens even naar die Harina Drak te kijken. Ik denk dat dat meer iets is voor rechtsom. In plaats van linksom. Zo scheef wordt ze wel in de hoek hè? Ja. Ja, we gaan hier niet rechtsom. Dat is nee, bekend. Hier trekt John de Prop en ja, hij komt met een mooi stuk speed naar huis toe. Ja, Hanouchka trouwens ook netjes aan de buitenkant. Ja, keurig. Ik heb even op André Bakker gelet, die heeft niet al te veel gedaan. Die heeft niet veel gedaan, maar hij komt ook niet lekker dravend binnen. Nee, volgende week moet beter. Laat het daarop houden. Dan moet hij echt heel veel verbeteren. Ja. En de uitslag van koers 3, de Prix Billy de Montfort, is ongewijzigd officieel. Met een mooie winnaar, paard nummer 4, Idil Turgo en Sean Dekker. En die winnen hier in een kilometertijd van 1:16.0. Idil Turgo is een 5-jarige vosmerrie van Orlando Vici uit America Turgo. Gefokt in Frankrijk en eigendom van Stal PD. Trainer Bas Crebas en winnende rijder Sean Dekker. John, gefeliciteerd met de informatie die we vooraf kregen. Een valse start kan dodelijk zijn voor je Idil Turgo. Dan zit je misschien niet lekker. Nou, die informatie heb ik niet gehoord, dus daar had ik geen last van. Maar ik had wel een paar koersen teruggekregen. En ik zag in Frankrijk ook, ze begint te huppelen. En dan uiteindelijk klapt ze er wel voor. Maar ja, daar verlies je wel positie mee. En Dennis had gezegd, paard is goed. Als je de kop hebt, dan probeer het maar af te dwingen. Maar ja, dat ging niet in het voorrij. Liep de wegloop, liep ze echt heel goed weg. Maar ja, dan ben je tussen de paren, dan is het net weer even anders. En, maar goed, pakte goed uit. Ik kon op een gegeven moment even inparkeren en later op de rug van Frans. Dus ja, ik kreeg hem op maat. Absoluut, de meeste koersen die dwong ze dan hier ook van kop af. Ze is ook wel een stukje snel, het laatste stuk. Ja, veel speed, absoluut. En dat zeg ik, kon hem mooi bewaren. En, ja, Jaapje reed er even bij weg natuurlijk. En Frans had niet veel meer, dus ik moest halverwege de bocht gaan. En we waren gelukkig net op tijd. Super John, eerste keer de overwinning in PD-pak? Ja, volgens mij wel. Ja. Ja. Lekker kan weer van de dingen afgestreept worden. Zo is het. Hier kan van de lijst af. Super John, gefeliciteerd. Hij krijgt nog de bloemen hier in koers 3. De Prix Billy de Montfort. Die John Dekker dus wint met Idil Turgo in een tijd van 1:16.0. Tweede werd de 5, Hasardeuze. Derde de 2, Hanouchka. Vierde de 8, Elisa Damour. En vijfde de 7, Girly Purple. 4-5-2-8-7 is de officiële uitslag van koers 3. De Prix Billy de Montfort. We zien aan het hoofd ook Dennis Minema en Thomas Huber. Die overgekomen is om de races hier in Wolvenga vandaag live te aanschouwen. En trainer Bas Crebas, die heeft vandaag staldienst, liet hij ons weten. Die kijkt van huis mee. Hoe de mannen het hier vandaag tot een goed einde hebben gebracht. Dames en heren, geef ze een applaus. Idil Turgo en John Dekker. Voor de
tweede keer, dames en heren. En de start is nu gevallen. Start valt en de leiding wordt genomen door de twee. En dat is Hanouchka. Mispasjes aan de start van Helice du Parc. Ging zo goed bij het proefdraaien, maar in de uiteindelijke versie wat minder. En zo gaan we de eerste bocht in. En daar komt een aanval van Girly Purple. Girly Purple pakt Hanouchka aan, maar Hanouchka gaat mee aan de binnenkant. Nu laat hij Girly Purple gaan. Girly Purple neemt over. Hanouchka op plaats 2. De derde plaats is voor de favoriet, Hazardeuze. En op de vierde plaats aan de relingzijde ligt Jesse du Duzac. Dan aan de buitenkant gaat de puit naar voren met Helice du Parc. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Daartussendoor ligt ook nog Ideal Turgot. Tussenaanval van Hazardeuze. En Jaap van Rijn zei het al, als we de koers kunnen controleren, hebben we een goede kans. Dat gaat gebeuren nu. Alhoewel daar aan de buitenkant een hele snelle flits aankomt. En dat is Helice du Parc. En Helice du Parc pakt Hazardeuze aan. Helice du Parc wil Hazardeuze voorbij. Jaap van Rijn heeft nog net de kans gehad om te zeggen dat heb ik liever niet. En toen was het te laat. Hij is er al langs. En de leiding is overgenomen door Helice du Parc. Helice du Parc, Hazardeuze op plaats 2. Daarachter Girly Purple. En de vierde plaats daarachter is voor Hanouchka. Eerste paard aan de buitenkant is Elisa d'Amour. Daarachter volgt dan aan de relingzijde Ideal Turgot. Die wordt gevolgd door Jesse du Duzac. En daarachter op 2 lengte volgt Irina Derac. Die weer aan gaat sluiten. Is niet zo vlot weg bij die start. Maar hij ligt nu wel aan de start van het veld. En zo gaan de paarden voor de tribune langs, tweede tussentijd 16-9. En inmiddels heeft Hazardeuze de leiding weer terug. Hazardeuze, daarachter Helice du Parc. Derde paard aan de buitenkant is Elisa d'Amour. En vierde aan de relingzijde, Girly Purple. Vijfde aan de buitenkant is Ideal Turgot. Zesde aan de relingzijde, Hanouchka. Zeven aan de buitenkant, Jesse du Duzac. En de achtste en laatste aan de relingzijde is Irina Derac. Zo gaan de paarden voor de laatste keer de rechte lijn overzijde in. En de leiding blijft bij Hazardeuze. Hazardeuze, Helice du Parc vlak daarachter. Elisa d'Amour moet alles buiten omdoen. Aan de binnenkant daarnaast Girly Purple die het een stukje makkelijker heeft. En zo zijn ze halverwege de rechterlijn overzijde. Van Rijn controleert. Tussentijd weer een 16-tijd, 16-8. En zo gaan we op weg naar de laatste bocht. Leiding in handen van Hazardeuze. De puiter blijft daarachter zitten. Hij weet dat Hazardeuze het laatste stukje ook een beetje naar buiten loopt. Dus hij hoeft er niet per se uit. Hij ligt met Helice du Parc op plek 2. Daarachter ligt Elisa d'Amour en daarachter Girly Purple. En ze zijn halverwege de Tjarda-bocht. Leiding is nog altijd in handen van Hazardeuze en die versnelt. Hazardeuze versnelt en het dichttrekhoofdstel moet nog dicht. Die gaat nu dicht en zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Hazardeuze, daarachter op plaats 2. Helice du Parc, die kan inderdaad binnendoor, maar gaat niet hard genoeg. Dat doet Ideal Turgot wel aan de buitenkant. Ideal Turgot aan de buitenzijde gaat harder. Het is Hazardeuze, Ideal Turgot, op weg naar de streep. Hazardeuze, Ideal Turgot, die heeft een heel groot hoofd en net groot genoeg, denk ik. Hij is er overheen. Ideal Turgot voor Hazardeuze. De foto zal het uitwijzen, het lijkt er wel op. Tijd voor de winnaar, 16-1.